Hoi. Het klonk heel verbaasd, alsof ik zelf niet weet dat ik hem aanzet. We gaan met make-up spelen, natuurlijk, want iets anders doe ik bijna niet. Niet meer, maar dat komt wel weer, zeg maar. We hebben een aantal maanden geen grote boodschappen laten komen door de Jumbo, maar gewoon tussendoor wat dingetjes bijgekocht. Omdat ik graag, zeg maar, wat we hadden op wilde maken. Ja, op een gegeven moment verzamel je zoveel voorraad. Dat ik denk, ja, eerst maar even alles leegmaken. En dan, nou ja, op een gegeven moment was het zo goed als op. Ik had nog wel wat vlees, maar geen boter. En zeg maar, wat van dat diepvriesgroente, maar geen pasta's of aardappel of rijst. Of, nee, dus je kon er eigenlijk, nou, ik kon er niets meer van maken, laat ik het zo zeggen. Dus, nou ja, nu was het dan weer tijd om boodschappen te doen. Die zijn afgelopen zondag gekomen, maar die heb ik niet gefilmd. Omdat het gewoon een raar verkeerd tijdstip was voor ons. Dus vanaf maart komen die dan wel weer. Eind maart komt die dan weer. Maar ik heb wat nieuwe dingen besteld bij Notino. Dus we gaan wat nieuwe dingen proberen. En we gaan wat oude dingen proberen. Ik denk, ik zie er een hele grote haar aan. Even weggooien. Proberen en of weer gebruiken. En nou ja, we zien wel waar we uitkomen. En ik heb laatst een videootje geplaatst waarin ik vertelde over dat de kat overleden is. Dat was misschien een beetje zwaar. Dat was niet de bedoeling. Ik zit niet helemaal in de put. Ik ben niet depressief van de kat. Het kwam alleen een beetje hard aan. Maar goed. Dit is de Max Factor Miracle Pure lijn. En dit is dan een soort serum. Nou heb ik hier een bril, dus ik kan het lezen. Skin Illuminating Serum met vitamine C en niacinamide. Vitamine C for a brighter, more radiant complexion. Protects the skin from external aggressors. Niacinamide. Evens the skin tone and collagen boosting. En Golden Illuminating Pearls for a from natural origin. 96% agree that they blend easily into the skin. 95% een natuurlijke formule. Nou, hier staat er nog dat immediately provides a boost of hydration and healthy looking glow. Revitalizes dull and dry skin. Skin looks refreshed. After a week, skin looks brighter. Improves skin texture and skin tone. After 4 weeks, fine line appear reduced. Pores appear less visible. 90% agree skin looks more supple. 91% agree skin looks refreshed. After 8 weeks, complexion appears transformed with and without makeup. Skin looks and feels firmer. 91% agrees it provides a natural looking glow. 87% agree skin looks and feels renewed. 88% agree skin looks smoother. Het was een consumer study uit 2022 met 117 participants. Dat vind ik dan weer wel leuk. Dat ze schrijven hoeveel mensen ze daarvoor gevraagd hebben. Multi-use serum. Instantly revitalizes skin with a hydrated looking glow. Contains vitamin C and niacinamide for a and provides firmer and more radiant skin over time. Place 2 to 3 drops into the palm of the hand and massage gently into the face and the neck. Can be worn alone, underneath makeup or mixed with a foundation for a skin caring boost. If pearls have settled, please shake before use. Of simply shake before use. Nou, op het moment heb ik niks tegen Max Factor. Zo ziet het eruit. Er zitten echt van die gouden pareltjes in. Ik vind dit er al gewoon leuk uitzien. Ik heb dit gewoon besteld omdat ik het er leuk uit kan zien. Ik zal het voor de zekerheid even shaken.
We gaan hem als primer gebruiken. Ja, ik weet niet of dat de bedoeling is. Geloof het niet, maar dat maakt niet uit. Oh ja, de tip met zo'n pipet. Als er niks in zit, dan knijp je hem in. Dan doe je hem in de product, dan laat je hem los. En dan sabbelt hij zich vol. 1. Nou. We houden van een beetje radiance. Oh, ik voel die pareltjes echt. Het voelt een beetje jelly, een beetje dikker. Ik voel de parels helemaal niet meer nu. Voelde er eentje in mijn hand en het voelt echt als een pareltje. Oh, kijk. Ja. Dit kan je wel als een primer gebruiken, denk ik hoor. Even mijn doekje voor mijn handen. Ik ben reuze benieuwd eigenlijk. Nou, omdat we aan de Max Factor gaan, gebruiken we ook de Max Factor Miracle Pure Foundation. Skin Improving Foundation, 24 uur hydration, hyaluronic acid en vitamine C en SPF 30. Nou ja, dat zegt natuurlijk niks. Ik heb de kleur 30 porcelain. Foundation and skincare with a collagen boosting complex. Firmer looking skin day by day. Medium buildable coverage. Radiant finish. Suitable for sensitive skin. Nou, dat heb ik niet. Ja, dat heb ik wel, maar niet heel extreem. Het is een beetje een dikkige substantie. En wat ik wel eens heb gehoord in een filmpje, dat mensen hem vergelijken met de Charlotte Tilbury. Deze. The Beautiful Skin. Dat weet ik niet. Ik heb ze dan wel allebei, maar dat zo ver ga ik eigenlijk nooit. Om dingen echt te vergelijken. We gaan ook niet doen alsof ik er ineens verstand van heb. Want dat heb ik niet verder. Ik weet alleen wat ik zelf leuk vind. En fijn vind om te gebruiken. En niet zozeer waarom. Dat klinkt ook heel dommig. Dat is het niet. Maar ik ga ook niet doen alsof ik een enorme kenner ben, zeg maar. Ik ben gewoon een gemiddelde consument. Nou, dit heeft gewoon, afhankelijk van hoeveel je gebruikt, vind ik dit een lichte dekking. Kijken of het een beetje kan. Ja, je kan het wel een beetje bouwen. Het is wel een wat dikkere substantie en dat vond ik van die van Charlotte Tilbury ook. Het is niet zo dat je een echte dikke laag voelt op je gezicht. Zo is het niet, zeg maar. Weet je, ik vind een lichte dekking op zich prima. Dus ik tap iedere keer heel klein beetje bij als ik denk... Je moet nog een beetje iets bij. Ja, het is zeker wel glowy. Ja, het is zeker glowy. Ik heb ook de Miracle Pure Concealer. 24 uur hydration met hyaluronic acid en vitamine C. En deze is vegan. Instantly brightens and concealed with a hydrating skin. A whilst hydrating skin for a natural healthy glowy look. Nou.
Deze product ken ik op zich wel. Zoals gewoonlijk, dit zijn de plekjes waar ik concealer doe. Zal ik ook een beetje kijken of ik die rode plek nog iets verder weg krijg. Deze vind ik het minst erg. Deze vind ik, die is vaak met de blush een beetje zichtbaar. Het voordeel is dat ik koop de concealers eigenlijk altijd in dezelfde kleur. Is dat ook? Ik heb hier geen kleur op gezien. Shade 1. Als de foundation. Ik hoef namelijk. Ik ben nooit op zoek naar verlichtende ogen. Onder ogen. Dus ik kan zeg maar voor dit spot concealer ook gewoon rustig mijn concealer gebruiken. Ja. Even kijken. Nou, ik heb geen poeder van Max Factor. Dus ik gebruik even deze All Matte Shine Control Powder Healthy Look. Dit is... Healthy Glow staat er. Wacht even hoor. Natural Glow. Dat vind ik prima over het algemeen. Ik zet alleen onder mijn ogen. Want de rest waar ik dan concealer heb aangebracht. Met mijn neus. En dat wordt straks toch wel allemaal gezet. Dus dat maakt niet zoveel uit. Van wenkbrauwen heb ik er ook niks van. Dus ik gebruik gewoon mijn concealer stick. Echt. Het wordt tijd voor koffie, jongens. Het is niet te doen. Ik ben nog steeds verbaasd over hoe goed deze nieuwe stick van Catrice werkt. Het is een soort wax met een kleurtje. En de kleur is gewoon goed voor mij. Ik ben nog steeds verbaasd. Deze was ik kwijt. Dit is een hele goede eye primer van Revolution. De Lock Grip. Die was ik kwijt. Ik kon nergens vinden. Nergens vinden. Heb ik een nieuwe besteld, vind ik hem terug. Dat zal je altijd zien. Nou goed. We gaan hier mijn bril op doen, want we gaan iets nieuws gebruiken. De Miracle Pure. Dat is allemaal van dezelfde lijn. Infused Cream Blush met Hyaluronic Acid. Dit is de kleur 03 Vintage Peony. Lightweight Cream Blush infused with a moisturizing complex including Hyaluronic Acid. For a dewy radiant finish that lasts all day. Ik ben benieuwd. Dit is de kleur. Het is best een beetje... Een wat donkerdere kleur, heb ik het idee. Ik
Ik heb een beetje veel gedaan. Al die haren overal. Oh, maar dit is mooi, zeg. Ja hoor. Het lijkt een beetje metallic op mijn hand, zie je dat? Ik heb veel te veel gepakt. Omdat ik een redelijk lang gezicht heb, doe ik mijn blush altijd een klein beetje rechter. Wat een fijne. Klein beetje kijken of we kunnen bouwen. Ja. Ook dat kan. Dus dan zou die ook geschikt kunnen zijn voor wat donkerdere huidtypes. Wat ik natuurlijk niet ben, maar. Hè? Ik weet niet, als je vette huid hebt hè, en al die dingen geven een healthy looking skin, glowy looking skin. Ja, dan geloof ik niet dat je hier heel blij van wordt hoor. Ik kan het altijd proberen, maar. Heel mooi. Heel mooi. Dan gaan we de rest afpoederen. Ik heb nog twee producten. Even met mijn grote poederkwast voor de healthy look. Ik poeder ook. Ik ga hier dus niet meer overheen nu met een poederblush. Dat vind ik altijd een beetje dubbel werk. Als ik mensen dat zie doen. Dan denk ik altijd, waarom? Nou heb ik een hele tijd van die polken dat pores op mijn neus gehad. Weet je wel, dat je helemaal van die stippies ziet. En ineens is dat ook weer weg. Ik heb dat heel lang niet gehad, zeg maar. En ineens is dat ook weer weg. Nou. Ja, ik moet zeggen. Wauw. Deze combinatie. Dit. Ja, ziet er echt heel goed uit. Ik word hier echt heel blij van. Ik moet heel even mijn wenkbrauw bijwerken, zie ik. Ja, hier word ik echt heel blij van. Wauw. Dit is echt wauw. Ja. Ja. Dan heb ik van Max Factor van Face Infinity. Nee, hoe heet dat? Infinity, een all day eyeshadow in de kleur Lovely Rose. Dat is heel klein, beetje pipetje-achtig ding. Kijk even wat er uitkomt. Oh, het is een kwastje. Leuk kleurtje. Zal ik eens proberen een liner ermee? Is dit een eyeshadow, maar dit. Ik weet het niet. Ik weet niet. Het is een hele rare applicator, heb ik het idee. Waarom zo'n kwastje? Ja, het blendt wel mooi uit. Ja. Maar waarom? Ik vind het meer een soort
eyeliner. Nou doe ik verder weinig eyeliner looks. Maar best leuk om een keer te proberen natuurlijk. Nou, hier is het iets beter gelukt dan daar. Hier is hij echt meer een beetje in de wing. Aan die kant is hij gewoon een beetje geflekt of zo. Oké, moet ik eerlijk toegeven, dit is de allereerste keer dat ik probeer een wing te maken. Nou, we gaan het zo even een beetje zo houden. Dat ik vind het goed. Ik vind het een mooie kleur. Ik snap alleen niet. Hij moet wel even opdrogen. Ik snap niet het kwastje. Weet je, ik ben gewoon gewend, zeg maar, deze van Essence. Dat er gewoon zo'n doofvoet, zeg maar, op zit. En ik snap het kwastje niet. De Miracle Pure dingen vind ik echt heel fijn. Dan heb ik daar ook een nagellakje van. Die ga ik zo meteen beneden op doen. Dan zal ik op Instagram even een fotootje van opzetten. Ik kan wel één nagel doen, zodat jullie kunnen zien. Nagellak mag je niet schudden, maar dat doen we wel. Hoe die dan eruit ziet. Dit is één laagje. Het is een hele mooie neutrale grijsje, beige grijze kleur. Ja. Oké. Dan heb ik ook nog een shimmer kit. Ik ga even lezen wat er staat. Dit wordt een wat langere video, jongens. Want er zit een lip liner in. En lipgloss. High shine gloss en lip liner. Shimmer finish lip illuminator high shine gloss. Nou. Dan zit ik natuurlijk met die ene natte nagel. Ik weet ook niet waarom ik dit gekocht heb. Oh mijn god. Oh, hier hou ik helemaal niet van. Het lippotlood. Kan ik daar nog wat op lezen? Dit is Chauffeur Lights. Deze. Nou kennen we Chauffeur. Dat is op zich prima. Het is een beetje een hard potlood. Het is een beetje een hard potlood. Die nagellak is droog.
Ja, er zit bijna geen kleur op. Het is heel dik. Het is heel dik. En dat gevoel. Dat ik nou echt moet zeggen. Ik shimmer echt helemaal eruit. Nee. Maar het is best mooi. Het voelt als een hele dikke lipbalm. Je voelt eigenlijk gewoon alsof je lippenstift op hebt. Ik geloof dat ik ook wel glowy genoeg ben. Ik hoef hier niet nog een keer een spray overheen of zo. Het is wel allemaal droog. Het is wel gezet. De blush komt er goed doorheen. Ja, de oogschaduw is grappig, maar ik weet nog niet goed wat ik daarvan vind. Ik moet daarmee spelen. Ik moet de manier vinden om dat kwastje te gebruiken. Mascara. Ik wil even iets gebruiken. Nou, laten we deze Lift & Define 5D Lash gebruiken. Het stempelt wel een beetje, de oogschaduw. Nou, best oké. Oh, deze moet even krullen. Dit is zeg maar mijn slechte oog qua wimpers. Er zit ook altijd een velletje tussen. Dit is ook met traanoog, zeg maar. Het is best om te zien zo een oké mascara. Als je maar niet gaat afgeven. Ik ga nog een laagje proberen. Ja, weet je wat het is? Hij doet het heel mooi. Het is een beetje nattig. Het is niet mijn favoriet. Een natte mascara, zeg maar. Ik wil hem nog wel even wat vaker gebruiken. Hij doet wel mooi separatie. En hij geeft mij genoeg volume. Ik hoef geen lengte.
vanwege de overhangende oogleden, die dan gaan smudgen. Nou, dit is hem. Eigenlijk de Max Factor look. Ik wou zeggen, is she born with it? Maybe it's Maybelline, maar dat is Maybelline. Ja, leuk, leuke producten. Ik ben ontzettend blij met de basis. Hoewel het echt in het echt heel glowy is, hoor. Maar goed, ik vind dat niet erg. En dan zie je een wat huidtextuur. Nou ja, dat vind ik ook niet een heel groot probleem, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik ben al lang blij dat ik deze maand, het is mijn verjaardagsmaand, maart, dat ik 50 word. Want een hoop mensen worden niet eens 50. Dat weet ik uit eigen ervaring. Of die halen net de 50 en leg dan het loodje. Mijn moeder werd bijvoorbeeld maar 44. Dus ik heb er niks tegen om 50 te worden. Want dan denk ik, ja weet je, ik ben lang blij dat ik 50 kan worden. Yeah. En dat je ouder wordt en dat je dat ziet in je gezicht. Ja, dat hoort er ook bij. En ik hoef er ook niet uitzien alsof ik 26 ben. Want dat ben ik niet. Ik hoef er ook niet uitzien alsof ik 63 ben. Want dat ben ik ook niet, zeg maar. Maar als mensen mij eind 40, begin 50 schatten. Ja, dat vind ik prima. Ik heb daar niks op tegen. Ik ga hier op die Miracle Pure lijn allemaal terugkomen tijdens de roundup. Maar voor nu, denk ik, ja. Ja, dat is prima. Dit is echt... Dit is een mooi, ik vind het een mooie basis. Dit is gewoon mooi everyday. En je zou het wat dikker kunnen aanbrengen, dan wordt het ook, dan kun je het zelfs een beetje glam maken. Maar dat hoeft voor mij op zich niet. De lippen, ja. Ik hou van de matte. De oogschaduw, dat ik moet eraan wennen, dat weet ik nog niet. Ik vind de lippen wel leuk hoor. Ik vind dit is wel echt dat je denkt, het staat heel fris, het staat heel verzorgd. Het voelt als een dikkere lipstift. Het is een heel dik product. Maar misschien blijft het ook wel heel lang zitten, dat weet ik niet. Daar kom ik dan nog wel op terug. Ik ga nu koffie drinken. Bedankt voor het kijken. Leuk dat je tijd met mij hebt willen doorbrengen. En dan zie ik jullie graag bij de volgende keer.